Pieter Luthe. Ik ben buurtmiddelaar en begeleid ook een intervisiegroep van buurtmiddelaars. Ik ben met een blij gevoel heb ik deze training afgerond. Ik vond het leuk. Ja. Ja, niet, eens kijken wat je meer kan doen dan je standaard gedrag en je standaard reacties op de dingen. En ik vind dat je ons echt getriggerd hebt. Mijn naam is Frida Hoepel. Ik ben coördinator buurtbemiddeling in Houten. En ik heb zojuist echt een super training gehad met mijn team buurtbemiddelaars. En hij heeft ons een hele ochtend meegenomen in hoe treed je nou buiten je hokje? Hoe ontdek je wat altijd jouw strategie is? Naarmate we verder kwamen, steeds meer oefeningen, steeds meer geprikkeld worden om anders tegen dingen aan te kijken. En als klap op de vuurpijl het improvisatietoneel, waar alle dingen ook weer terugkwamen die we in de loop van de middag hadden gekregen. De manier waarop je dat deed, en dat eindigt dan in de climax hè, met je rollenspel en de manier waarop je dat vorm gaf, vond ik briljant. Ja. Mijn naam is Marianne Grote, ik ben coördinator buurtbemiddeling in Zwolle. Het was superleuk, het was een hele herkenbare situatie, heel knap hoe hè, André van het ene typetje ineens transformeert in het andere typetje. En dan echt op basis van informatie die hij net daarvoor heeft opgehaald. Dan hebben we ook nog de briefjes, de do's en de don'ts. En dat is echt hilarisch hoe dat wordt verwerkt in de voorstelling. En dan zingt hij ook nog ineens liedjes tussendoor. Ja, ontroerend ook. Ja, ik vond het echt heerlijk om met elkaar te werken, staat hier aan te bevelen.